Het is my wonderlike voorreg om saam met julle kuier op hierdie hemelvaartdag te deel in hierdie ervaring en hierdie dag wat ook belangrijk is voor ons christelijke kalender. Kom ons bid saam. Hoe lieflik is dit om in U naam, Heer, in hierdie oomblikke net ons harte op te hef met dankbaarheid voor al uw goedheid en genade. Zelfs te midden van die grendeltijdperk kan ons getuig, God is goed. Wil u ook dan vanavond, terwijl ons in hierdie oomblikke naar uw woord toe blaai voor ons, ons ore oopmaak, ons harte oopmaak, dat ons kan hoor, luister wat u voor ons wil sê, en dat u Heer alleen al die eer sal ontvang vir u woord wat u levend maak in ons harte. Om Christus Jezus ontwil. Amen. Ek lees uit Lukas 24 en dan uit Handelinge hoofstuk 1. Lukas 24 vanaf vers 50. Daarna het hy hulle uit die stad uitgeleid tot bij Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwijl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap naar Jerusalem toe teruggegaan. En dan Handelinge 1 vanaf vers 9. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwijl hulle dit sien. En een wolk het hom weggeneem, zodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwijl hy weggaan en hulle nog stip naar die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit kleren by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jezus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Hemelvaartdag is ook een baie belangrike dag op die christelike kalender. Misschien nie so belangrik soos Goeie Vrydag en Opstanding Sondag nie. Maar ek wil vir julle 'n paar redes gee hoekom dit 'n belangrike dag is. In die eerste plek is dit die einde gewees van Christus se aardse bediening en die begin van sy bediening in die hemel tot in alle ewigheid. Hy neem sy regmatige plek aan die regterhand van die Vader in. 1 Petrus 3:22 lees ons, hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die bose magte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. Tweedens getuig hemelvaartdag van die aanbreek van een nieuwe geestelike seisoen, een nieuwe dimensie van die openbaring van God. God die Heilige Gees word aangekondig as die een wat ons gaan leer en lei in al die waarheid totdat Jezus weer kom. Johannes 16 vers 7 sê die Heere Jezus, toch sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom stuur. En dis wat gebeur op Pinksterdag, 10 dae later, toe die disippels in Jerusalem gewag het op die belofte van die Heilige Gees, is hulle aangedoen met die krag van die Heilige Gees, en hulle het getuies van die Here geword, van Samaria tot in Judea en aan die uiterstes van die aarde. Vandag is ons ook vervul me daar die krag van die Heilige Gees om getuies van Jezus Christus te wees.
Johannes 14 vers 2 en 3 vertel voor ons die wonderlijke waarheid dat Jezus sê, ek gaan om vir julle een plek te berei. En als ik klaar is, zal ik komen om jullie te komen halen en jullie zal voor eeuwig bij mij wees. Hemelvaartdag is die onderstreping van die feit dat hij berei voor ons een plek. En dan ook die twee belangrijke opdrachten. Hemelvaartdag getuig van die opdracht wat die Heere Jezus gegeet in Matthäus 28, waar hij gesê het, ons moet sy getuies wees. Ons moet mensen doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Geest en hulle alles leer wat ons van hom gehoor het. En dan ook in Handelinge 1 vers 8 die belofte, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Geest oor julle kom en die opdracht, wag in Jerusalem. Maar ek wil stilstaan bij een ander belangrijke gedachte rondom Hemelvaartdag. Hemelvaartdag praat ook van een goddelijke verwachting wat daar moet leven in elke kind van die Heere se lewe. Ons lees in Lukas 24 vers 52. Hulle het om aanbid en met groot blijdschap naar Jerusalem toe teruggegaan. Die boodschap waar een frase sê, daarna het hulle naar Jerusalem toe teruggestap. Hulle was baie opgewonde oor alles wat hulle gezien en beleef het. Daar het iets in hierdie manne, vrouwe se lewe gebeur. Daar het een verandering gekom. Eerst was die vraag op hulle lippe gewees, wat nou? Jezus is weg, hij komt niet weer terug nie. Wie gaan voor ons uitloop? Wat hou die toekomst voor ons in? Maar, alles verander, na, ons het een toekomst in Christus. Ons het een verwachting, door die krachtwerking van die Heilige Geest. Ons kan uitzien, het hulle besef op daar die Hemelvaartdag, na die wonderlijke kracht van Gods Geest, wat in hulle levens uitgestort zal worden. Ons kan uitzien naar die heerlijke waarheid. Jezus, kom weer. Vers 11, die tweede gedeelte, sê die manne in wit gekleed voor die volgelingen van Jezus. Jezus zal terugkomen. Net soos wat hij weggegaan het, zal hij terugkomen met diezelfde verheerlikte lichaam. Met handen waar die merken dra van die spijkers van Golgotha, ook voeten en ook die spiesteek in sy sy. Hij zal weer zijn voeten neerzet op die olijfberg van waar hij nou opgevaar het. Maar dan kom hij in heerlijkheid. Hij komt als die oorwinnaar. Lukas 11, 27, en dan zal jullie die Seun van die mens zien kom in een wolk met groot kracht en heerlijkheid. In die Openbaring boek die 19e hoofdstuk lees ons ook hier die woorden. Hij praat van die ruiter op die wit paard, Jezus Christus, wat genoemd wordt die getrouwe en die een wat betrouwbaar is, wat samen die leers van die hemel op die wit paarden na hier die aarde neerdaal, sy wederkomst wat plaatsvindt na die wegraping, zal waar word. En hier die woord, hij zal terugkomen, zal bewaarheid word. Maar ook in my geest is daar in hier die tijd een wonderlijke goddelijke verwachting. Jezus, kom weer. Een verwachting wat binnen in mijn leven, wat praat van een hoopvolle toekomst. Een vaste vertrouwen in dit wat Godse woord sê en waarvan die Geest van God getuig in ons levens, dit zal gebeuren.
'n uitsien na dit wat die Here vir ons in store het. 'N uitsien om aan die voetstappe van Jezus te aanhou stap deur die krag van sy woord en die Heilige Gees. Want sonder verwagting, sonder hoop, is daar nie 'n toekoms vir ons nie. Is dit als donker, duister, word die oorzaak van depressies en moedeloosheid. Maar dank God, ons het een verwachting dat Jezus weerkom. Paulus omskryf die woord verwachting vir my baie mooi in Filippense 1 vers 20, waar hy sê, skryf en hy sê, dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit. Dit is brandend in my, ek verwag. Dit is waarop ek my oog gevestig hou. Ek kyk nie na links of rechts nie. Ek hou my oog gevestig om te doen wat God wil hê ek moet doen. As kinders van die Here is dit ons verwagting. Jezus kom weer. Dit is ons vooruitsig. As ons wegkyk van al die ellendes rondom ons, al die probleme, al die onzekerheid van werk en economie en COVID virus, dan weet ons, ons het een verwachting, ons oog is gevestig op Jezus Christus. In Psalm 62 vers 6 in die oude vertaling skryf David, wees maar net stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. En interessant, die woord verwagting, wat ons in Psalm 62 vers 6 kry, is afgeleid van een Hebreeuwse woord wat beteken koord, een touw, iets wat iets met iets anders verbind. Verwagting kan ons dan sê is soos om met 'n koord gebind te wees aan dit wat ek verwag. Ek is verbonde aan die werklikheid. Jezus kom weer. Ons kry hier dieselfde woord in Josua hoofstuk 2 waar ons lees van die spioene en van Ragab in Jericho. Ragab het 2 Israëliese spioene weggesteek van die vyand. Hulle gee vir haar een belofte toe hulle ontsnap, voor hulle ontsnap het, dat as sy hierdie rooi touw, hierdie koord, dieselfde woord, hierdie rooi touw by die venster laat uithang, dan sal sy en haar huis gespaar word. Dit is haar verwagting. As ek doen wat hulle sê, ek het die touw, ek laat hom uithang, dan sal ek gespaar word. God eer haar geloof en sy spioene se belofte. Nadat Josua die volk om die mure geloop het, vir 7 dae lang, en die laaste dag 7 keer, het die mure ingestort. Net die huis van Ragab en haar mense het bly staan. Hoekom? Daar die rooi touw vertel een story dat hulle verbind was, een verwagting gehad het, God sal hulle bewaar op grond van hulle belofte. En so het ek en jy ook een koord, een rooi touw, wat ons verbind met Godse beloftes, en besonder hierdie een, Jezus kom weer. Een koord wat gevleg is deur geloof en hoop en liefde. Een koord wat ons vastbind aan die waarheid van die woord en aan die heerlijkheid van Godse teenwoordigheid deur die Heilige Gees. Jeremia 29:11 sê, ek wil vir julle 'n toekoms gee, ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Ek wil vir julle touw in die hand gee, ek wil vir julle koord gee, ek wil vir julle in hierdie tyd 'n vashou plek gee, ek wil julle die sekerheid van onveranderlikheid gee.
Jezus kom weer. COVID-19 bevestig ons verwachting van zijn komst. Lukas 21:11 sê dat in die laatste dagen sal daar epidemies wees. Maar ons hou nie vast aan al die nuus en soms vals nuus. Ons hou vast aan hierdie koord, hierdie tou, hierdie verwachting wat in my hart lewe. Jezus kom weer. Ons moet gered wees, ons moet gereed wees. Volgens 1 Tessalonisense 4 sal die kinders van die Here hom tegemoet gaan in die lucht. En uiteindelijk deel wordt van zijn wederkomst. Die hemelvaart roep ons dan op. Wees gereed. Wees gehoorzaam. Leven met verwachting. Openbaring 22:20. Hij wat alles getuig, sê, ja, ek kom gauw. Amen. Here Jezus, kom. Kom eens met saam. Dank je, Hemel Vader, voor uw woord. Dank je voor daar die heerlijke verwachting, daar die zekerheid, daar die koord, daarmee waar ons kan vasthou in die waarheid van die woord, en die nabijheid van die Heilige Geest. Help ons in hierdie dag om nie angstig rond te kyk nie, maar ons oog gevestig te hou op Jezus Christus, die begin en die volleinder van ons geloof, en dat ons elke dag sal bid. Kom, Here Jezus. Kom gauw. Amen.